Gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, echt geweldig. Echt een hele leuke dag gehad. En de finale was zo spannend. En dat wij er dan uit mogen komen, ja, is echt geweldig. Ja, echt fantastisch natuurlijk. Je gaat er in het begin, of je gaat er niet van uit, maar het is toch wel mooi meegenomen naar zo'n finale. Ja, echt heel erg vet. We hadden het echt niet zien aankomen. Maar ja, ik ben er echt heel erg trots op ons. En echt heel cool dat we het hebben geflikt. Ja, heerlijk. Het is net natuurlijk wel een primeurtje voor het Noordic. En ik ben blij dat ik daar een steentje bij heb aangedragen. Hoe zat de spanning? Voor het toernooi zelf niet echt gespannen. Maar als je dan hoort dat je in de finale staat, dan ben je toch wel gespannen. En helemaal tijdens de finale zelf. Nee, dan gaat het toch wel door je heen. Dat was echt niet normaal. Toen ze überhaupt gingen omroepen wie de finale zou moeten doen. Ja, toen ben ik al mijn stembanden verloren met het gillen. En ja, dan moet je gaan voorbereiden terwijl je nog helemaal druk bent van oh mijn god, we zitten in de finale. En ook de spanning dat je daar staat en dat ze gaan zeggen wie er heeft gewonnen. Ja, ik hield het bijna niet meer. Ik kon wel huilen, maar we hebben gewonnen. We gingen eigenlijk helemaal van ronde tot ronde. En steeds gingen we naar de volgende ronde en dachten we, oké, hoe gaan we dit aanpakken? En voor we het wisten stonden we eigenlijk al in de finale en stonden we voor 150 man te debatteren. Enorm veel spanning. En dan hoor je dat je naar de finale gaat. Wat gaat er dan door je heen? Eigenlijk alleen maar acceptatie. Op dat moment zit je in zo'n flow, dan voel je geen angst, dan voel je geen spanning, dan voel je gewoon acceptatie. Dan moet je het gewoon doen. En dan, als je heel eerlijk mag zijn, had je het verwacht? Ja, mag je niet zeggen, maar ik had onze kansen wel goed ingeschat. Maar als je daar staat, is het toch anders. Want dan zie je ook hoe goed de andere scholen zijn. Maar we kwamen er toch als winnaar uit, dus daar is zeer tevreden mee. En voor jou was het niet de eerste keer, maar wel de eerste keer gewonnen. Hoe is dat vergeleken met niet winnen? Hoe is dat vergeleken met niet winnen? Dat is een heel erg groot contrast. Want ja, je zet toch wel eventjes een precedent voor. Want de volgende NKT moet natuurlijk wel in jouw schoenen gaan staan. Dus ik vind het gewoon geweldig dat ik zo'n primeurtje heb geschreven.